Hi, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag een iets andere video als normaal. Normaal gesproken zijn jullie gewend dat er een DIY video online komt. Die is afgelopen donderdag online gekomen en volgende week komt die ook gewoon weer online. Maar vandaag heb ik een speciale vlog voor jullie. Ik mocht namelijk een bruidspakket maken voor een bekende Nederlander. En dat was namelijk D. D is een bekende YouTuber met heel veel volgers. En op Instagram trouwens net zo. Dus hoeveel, dat vertel ik later in de vlog. Maar zij organiseerde een trouwerij voor haar schoonouders. Een geheime trouwerij, omdat die nooit in het wit waren getrouwd. En ja, ik mocht voor haar het bruidspakket maken. Dus echt superleuk. Ik dacht, dat is natuurlijk leuk om met jullie te delen en om daar een video over te maken. Aan het eind van de video heb ik ook nog beelden voor je wat zij van het bruidspakket vond. Daarbij een boxset pakketje waar het bruidspakket in zit. Dus dat is natuurlijk ook superleuk. En morgen komt haar video online waar in mijn bruidspakket ook te zien is. En waar zij de hele bruiloft organiseert. Ik zal je onder in de beschrijving eventjes haar kanaal linken. En dan kun je haar opzoeken. En dan kun je eventueel morgen ook de video bekijken. Dus dat is echt heel erg leuk. En dan wens ik jullie heel veel plezier met het kijken van deze video. Nu volg ik haar al een tijdje op Instagram. Maar ja, ik wist eigenlijk helemaal niet hoeveel volgers ze heeft op YouTube en hoeveel precies. Ze heeft op YouTube 361.000 volgers, of ja, abonnees. En op Instagram 1,4 miljoen volgers. Dus hoe gaaf is dat dat ik nou de eer krijg om dat te gaan maken. Ik vind het helemaal leuk. Ik vind het ook echt een super gaaf opdracht. Ik ga gauw aan de slag. Zo, ik ben ondertussen aangekomen bij de groothandel. Ik heb even gauw bezorgd nog tussendoor. En pakketten weggebracht. En nu ben ik bij de groothandel. En ga ik eventjes kijken wat voor moois ze allemaal hebben voor in het bruidsboeket. Ik neem jullie mee. Ik zit weer in de auto ondertussen echt volgeladen. En dat is altijd nadeel als je naar de groothandel gaat. Je gaat voor één ding heen. Je komt met zoveel dingen thuis. Maar wel heel veel dingen ook leuk voor de cursus. Die online komt op YouTube. Dus ja, daar kan ik wat mee aan de slag. Ik ga nog gauw terug. Ik zal jullie straks laten zien wat voor mooie bloemen ik heb gekocht voor in het bruidsboeket. Echt zo mooi. Dit zijn dus die gefriesdroogde bloemen. En dat zijn echte bloemen, maar op een speciale manier gedroogd. En die zijn dus tot 2 jaar houdbaar zonder dat je ze op water zet. Zo, het is ondertussen de volgende dag en ik ga bezig met het bruidsboeket. Ik heb er zin in. Hier achter mij heb ik al een heel mooi assortiment met droogbloemen. Ik heb nog wat bijgemaakt, dus dat ga ik even allemaal sorteren en neerleggen. En dan is het tijd om te gaan beginnen. Ik maak ook trouwens een corsage, dus dat is ook leuk. Maar we beginnen met het bruidsboeket. Alles op draad aan het zetten en ik heb hier ook heel mooi gefriesdroogd stagjesblad, de rozen natuurlijk die ik al heb laten zien, die ik in verschillende tinten heb en dat ga ik allemaal nog afkaoutchouken, zodat het allemaal verantwoord gebruikt kan worden en dan ga ik straks beginnen met het binden. Helemaal over uit welke kleur roze ik ga gebruiken. Ik heb dus verschillende tinten gekocht. Maar dan ga ik zo even kijken als ik aan het binden ben wat ik dan het mooiste vind staan. Zo, dan is het tijd om te gaan beginnen. Ik heb alle materialen voor mij neergelegd. En nu ga ik gewoon ja, beginnen met het biedenmeiertje. En wat een rond boeketje, dus echt super leuk. Met natuurlijk de mooie roosjes. En de andere droge materialen. Droogbloemen is qua verwerking vaak wat kwetsbaarder. Het gaat natuurlijk heel lang mee, maar het is gedroogd. Dus daardoor kan het soms iets kwetsbaarder zijn om te verwerken. Dus daar moet je echt goed rekening mee houden. Kijk die kleurtjes bij elkaar. Zo mooi.
heb het bruidsboeketje klaar. Of klaar. Ik moet het nog helemaal afwerken. Dat ga ik straks doen. En de corsage ook. Ook echt super mooi met die roos. Dus ik ga hem zo even afwerken. Ik ga nu eerst even een foto sturen of ze helemaal tevreden is. En ja, dan ga ik hem afwerken. En jongens, kijk die kleuren. Hoe mooi. Ik ben ook echt nog steeds onder de indruk van die mooie rozen. Echt prachtig. En dit past er natuurlijk weer helemaal bij. Nou, ze was helemaal blij en gelukkig. Dus dan ben ik dat ook. Ik ga nou eerst beginnen met de corsage af te werken. Dit doe ik met caoutchouc. En dan werk ik hem nog even mooi af met lint. Ik doe het met een magneetje, want dat beschadigt de kleren niet. Dat vind ik altijd prettig werken. Oh, ik ben nog steeds echt... Ik vind die rozen echt prachtig. Oh, en mocht je nou zelf gaan trouwen, denk ik wil ook een boek. Want deze bloemen zijn tot 2 jaar houdbaar. Dus je kunt ze na de bruiloft bewaren. Mooie herinnering. En daarna zullen ze ook nog wel goed blijven hoor. Maar dan kan het zijn dat de kleur iets vervaagt. Mits je de bloemen droog weglegt. En ze niet kunnen beschadigen natuurlijk. Je moet er wel voorzichtig mee omgaan, maar dat spreekt voor zich. Mocht je dat nou ook willen, dan kun je even contact met mij opnemen. Dus denk je nou van, ik wil een bruidsboeket wat heel lang houdbaar is. Een mooie herinnering. Ja, neem gerust contact met mij op. Het kan in elke kleur eigenlijk wel gemaakt worden. Dus heb je specifieke wensen, ook dan kun je dat aan mij vragen. Vind ik alleen maar leuk. Dus goed. Kijk, die heb ik alvast even afgewerkt met caoutchouc en dan ga ik hem nu zo even mooi afwerken met lint. Maar hetzelfde lint als waar ik het bruidsboeket ook mee afwerk. Ik ga nu eerst het bruidsboeket af caoutchouc en dan ga ik hem mooi afwerken met blad. Dit doe ik door middel van het lijmen. Ja, en dan ga ik het ook mooi afwerken met lint. Zo, ook dat is mooi afgewerkt. Kijk, en nu ga ik de onderkant helemaal mooi afwerken met blad. Zodat je niks gestelen meer ziet en het een mooi geheel is. En daarna ga ik hem afwerken met mooi lint. Ivoorkleurig lint. Helemaal mooi weggewerkt met het blad, zodat je echt niks, geen stelen meer ziet en het allemaal netjes is. En dan ga ik het laatste afwerken met lint. Het ijzerdraad wat nog zichtbaar is, wat ook afgekoutje was, heb ik afgeknipt. Omdat ik het toch een andere kleur vind en minder mooi. Dus die zit onder het bindpunt. En dan is de rest alleen maar natuurlijk. Dat vind ik een mooi effect geven. Ik ga hem nu afwerken met mooi ivoorkleurig lint en dan is die alweer klaar. Zo, ik heb de afwerking klaar. Ik heb hem afgewerkt met jute touw, lint en als detail een klein pareltje. En ook de corsages klaar, die heb ik in een mooi doosje gedaan, zodat ze hem kunnen neerleggen na de dag, maar ook kunnen ophangen eventueel. Dat is ook leuk als ze aandenken. Dus ja, echt super blij mee. Ik vind het echt heel mooi geworden. Ik ben nog steeds verbaasd over die mooie rozen. En ja, ik ga hem mooi inpakken en dan gaat die kant op. Nou jongens, de pakketjes blijven binnenstromen. Maar deze is wel, want hier staat de afzender op. Dit pakketje is wel voor de bruiloft. Hier heb ik heel erg naar uitgekeken. Ik had een beetje een undercover oproep gedaan op Instagram. Met het verhaal dat Demi, een vriendin van mij... Die is fotograaf natuurlijk, dat hij op zoek was naar een MUA, dus een make-up artist, in Limburg. Want alle make-up artists die wij kennen komen allemaal uit Amsterdam. En dat is al veel te ver rijden, zeg 3 uur rijden of zo. Naar waar de trouwerij, ja, we noemen het maar gewoon de trouwerij, want het is natuurlijk een soort van de trouwerij. Dus waar de trouwerij is. En toen kreeg ik heel veel berichtjes, maar ook een berichtje van Carlijn. En Carlijn is bloemist en ze maakt er ook video's over. En die zei, mag ik de bloemen voor zorgen? Heb je al iemand? Dan mag ik het anders doen. En ik zei, ja! Dus we hebben even in samenspraak besloten hoe het eruit moet zien. Oh my god, zo leuk. Ze zei, je moet eerst eventjes de cadeautjes eruit halen. Ze had er nog iets leuks bij gedaan. Die gaan we openmaken. Het ruikt ook helemaal lekker, joh. Oh, wat schattig. Kijk dan. Zo leuk.
Wauw, deze is heel mooi. Ook een kaarsen-theelichthouder. Die komen hier wel goed van pas natuurlijk. Jullie weten hoe ik ben. Mocht je het bij Carlijn willen bestellen, www.uwonlinebloemist.nl. En ze heeft ook een YouTube-kanaal waar ze dus laat zien hoe ze die boeketten maakt. En dat is Carlijn Tuckers. Maar ik zet het even hier in beeld, dan kan je het allemaal goed zien. Het is tijd om jullie te laten zien hoe dit eruit ziet. God, ze heeft er nog iets bij gedaan. Nog meer cadeautjes. Deze is gaaf. Kijk nou. Wauw. Heel leuk. Lars, je moet weer bloemen voor me kopen. Nou, nieuwe vaas. Oh, Lars hoeft geen bloemen te kopen. Voor het vaasje in je huis. Nice. Superleuk. Dus deze kan hierin. Ja. Ik zal even het papiertje er zo afhalen, maar kijk nou hoe leuk dit eruit ziet. Die ga ik zo even een plekje geven. Oké, nou die jongens, daar komt de bruid, of in ieder geval het bruidsboeket. Hij is een klein beetje ingedrukt door de verzending, maar dat komt natuurlijk wel weer goed. Moet ik dat folie er nou al afhalen? Ik weet het niet. Je kan het er hier goed door zien. Dit is hem geworden. Hij is zo mooi. Hij is gemaakt van droogbloemen, zodat mijn schoonmoeder hem ook nog kan bewaren. Mooi afgewerkt met een lintje. Dus dit is, daar komt de bruidsboeket. Ik ga hem in plastic laten, want ik denk dat ik hem dan het beste naar Limburg krijg van het weekend. Dus dan ga ik hem je daar nog wel een keer goed laten zien. Maar ik vind het zonde als het dan misgaat. Hij is echt heel mooi. Nou hebben we voor mijn schoonvader een corsage in dezelfde kleuren. Met een magneetje. Carlijn zei, ik doe er een magneetje op. Dan hoef je niks te spelden, gaat het pak niet stuk. Geniaal. Echt onwijs leuk. Ik ben er zo blij mee. En ik denk dat mijn schoonouders er ook zo blij mee gaan zijn. Echt geweldig. Oh, hoe ga ik dit allemaal meekrijgen? Goed. Carlijn, dankjewel. Ik denk dat dit een hele, hele, hele goede toevoeging is voor deze geweldige bruiloft. Kijk naar deze speciale vlog. En vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. En abonneer natuurlijk gratis. Ik zal haar kanaal ook eventjes hieronder in de beschrijving zetten. Dan kun je misschien gaan kijken wat ze met het boeket heeft gedaan. Dat is natuurlijk alleen maar leuk. En dan zie je mij de volgende keer weer. Doeg!